handen. Niet alleen omdat zij Israël hebben gedwongen tot ingrijpen door Israëlische burgers te terroriseren met een constante rakettenregen, maar ook omdat zij de Palestijnse bevolking gijzelden als menselijk schild. Meneer Kuzu. Voorzitter, als ik zo naar het betoog van de heer Drone luister, dan vraag ik me af hoe hij staat in de uitspraak van een van de nieuwe ministers in de regeringsploeg van Netanyahu. Die geeft aan dat alle Palestijnen beesten zijn. Wat vindt u daarvan en neemt u daar afstand van? Voorzitter, mensen zijn geen dieren en daar laat ik het bij. Meneer Kuzu. Mooi, dat is een eerste stap in de goede richting, voorzitter. Als we gaan kijken naar het conflict van de afgelopen zomer. Als we gaan kijken naar wat er in de afgelopen jaren is gebeurd in Israël en Palestina. Ik geef u de cijfers. 2220 Palestijnen zijn omgekomen afgelopen zomer. Tegenover 71 Israëli's. In wat voor werkelijkheid leeft u, meneer Droom? Ik leef in een werkelijkheid waarbij die Palestijnse burgers het slachtoffer zijn van het verkeerde, nefaste, bloeddorstige beleid van hun eigen leiders. Van de Hamas-kliek en al die andere terroristen die het voor het zeggen hebben in Gaza. Die daar de oorlog tegen, de terroristische oorlog tegen Israël voeren. En die daardoor Israël gewoon dwingen om op een gepaste wijze daartegen op te treden. En dat daar veel Palestijnse slachtoffers bij vallen, dat is uitsluitend, zeg ik u meneer Kuzu, te wijten aan hun eigen leiders. Dat leiderschap van de Palestijnen, voorzitter, dat is al sinds 1949 een ramp voor de Palestijnse bevolking. Voorzitter, ik constateer wat hier fout gaat is dat die eenzijdige blik van de PVV schort hier. Waar het hier om gaat, is dat er meer doden vallen aan de Palestijnse kant. En ik begrijp dat u het wil opnemen voor de Israëlische zijde. Maar u leeft echt in een hele andere werkelijkheid dan de werkelijkheid die echt is. Meneer de Ram.